We hebben nu gezien hoe je twee vectoren kunt optellen en het verschil van twee vectoren kunt nemen. We gaan nu kijken naar het product van twee vectoren en we kijken specifiek naar het inwendige product van twee vectoren. Belangrijk hierbij is dat inwendige product, dus als je twee vectoren neemt en je gaat ze met elkaar vermenigvuldigen, dan uh, krijg je een getal. Dus bij het optellen van twee vectoren krijgen we een vector. Bij het verschil van twee vectoren eh, krijgen we eh, een vector. En nu krijgen we een getal na het vermenigvuldigen van twee vectoren. Dus dat is wel belangrijk om te onthouden. Nou, hoe werkt het vermenigvuldigen van twee vectoren? Stel je voor, we hebben twee vectoren a en b. Vector A heeft componenten p en Q. En vector B heeft componenten. R en S. Inwendige product van deze twee vectoren noteren we als volgt. A keer B. En inwendige product berekenen we als volgt. We vermenigvuldigen P met R. Dus de x-componenten van de vectoren vermenigvuldigen we met elkaar. Dus P keer R. En daar tillen we bij op het product van de componenten of de y-componenten van de twee vectoren. Q keer S. Q. Keer S. Nou, we kijken nu naar een voorbeeld voor het vermenigvuldigen van twee vectoren en we nemen de volgende twee vectoren. A is een half wortel 3. Een half. En b is een half een half wortel 3. Het inwendige product van a in b is als volgt. We gaan de x-componenten met elkaar vermenigvuldigen. Dus een half wortel 3 keer een half. Een half keer een half wortel 3. Plus een half keer een half wortel 3. Dit is een vierde wortel 3. Plus een vierde wortel 3. In een vierde wortel 3 plus een vierde wortel 3 is natuurlijk een half wortel 3. Dit is één manier om inwendige producten te berekenen van twee vectoren. We gaan nu kijken naar een andere formule om de inwendige product te berekenen van twee vectoren. Dan stel je voor, we hebben weer dezelfde vectoren A en B. A die heeft componenten PQ. En B heeft componenten Rs. We kunnen de volgende formule gebruiken om het inwendige product van twee, deze twee vectoren te berekenen, a keer b. We gaan eerst de lengte van a berekenen. Dat vermenigvuldigen we met de lengte van b. En vervolgens gaan we dat vermenigvuldigen met de cosinus van alpha. In alpha is in dit geval de hoek tussen de vectoren a en b. Dus om deze formule te kunnen gebruiken, is het belangrijk om die cosinus van alfa te kunnen berekenen. Dus je moet de hoek alfa weten. Nou laten we kijken naar uh, het voorbeeld dat we net hebben gezien. Uh, dus we hadden twee vectoren: vector a was een half, wortel 3, een half. En vector b was een half. Een halve wortel 3. Uh, we gaan nu deze formule gebruiken. En gegeven is dat de hoek tussen deze twee vectoren gelijk is aan 30 graden. Dus dat is gegeven. Dus de hoek tussen die twee vectoren. Nou, wat we nu gaan doen om deze formule te kunnen gebruiken. We gaan eerst de lengte van A berekenen. In de absolute strepen. Naar De x-component van A is een halve wortel 3. En volgens Pythagoras gaan we een halve wortel 3 Kwadrateren. Dus de half en de wortel 3 allebei kwadrateren. Plus een half in het kwadraat. Dat is gelijk aan een vierde. Of 3/4 uh, moet ik zeggen. 3/4 plus 1/4. 3/4 vierde. Vierde plus 1/4 is 4/4. Vier en 4/4 vier is uiteraard 1. En wortel 1 is gelijk aan 1. Dus de lengte van deze vector is gelijk aan 1. Nou, de lengte van B berekenen we op dezelfde manier. En omdat we diezelfde componenten hebben, alleen omgedraaid. Dus we hebben de component half, die hebben we hier. Component een halve wortel 3 hebben we daar. Dus dan krijgen we eigenlijk een exact uh, diezelfde lengte. Volgens diezelfde methode. Dus uiteindelijk hebben we hier dezelfde berekening. En dat komt uit lengte 1. Dus als we deze formule gebruiken om inwendige producten te berekenen van twee vectoren: a keer b. Dan hebben we de lengte van a is gelijk aan 1. De lengte van b is gelijk aan 1. Keer de cosinus van de hoek tussen deze twee vectoren. Dat is 30 graden. En als je kijkt naar de tabellen voor de hoeken en de cosinussen, dan zie je dat de cosinus van 30 graden gelijk is aan een half eh, wortel 3. Dus we hebben hier 1 keer 1 keer een half wortel 3. Dus inwendige product van a in b. Is gelijk aan een halve wortel 3. Het is wel belangrijk om uh, die juiste hoek te nemen. Nu is gegeven dat de hoek tussen deze twee vectoren gelijk is aan 30 graden. Maar stel je voor dat je een situatie hebt waarbij je een andere hoek krijgt en je moet uh, de hoek tussen twee vectoren berekenen. Even een illustratie van wat die hoek nou is. Ik ga hier uh, een asfelstelsel tekenen. Uh, dit is 1. Dit is een half. Dit is ook een half. Dit is 1. En uh, bij benadering is uh, dit vector A ongeveer hè? niet helemaal exact, maar dit is vector A. En uh, dit is ongeveer vector B, en de hoek tussen die twee vectoren is deze. Dus dit is hoek alfa. En die was in dit geval 30 graden.